Er zijn nog twee journalisten van Associated Press. Die zijn ook helaas vertrokken omdat de Russen actief jacht op ze maakten. Dat lijkt me in alle opzichten, ook voor militairen, bijzonder slecht nieuws. Het is voor ons allemaal slecht nieuws. Wij kunnen ons geen plaatje meer vormen eigenlijk wat daar gebeurt. Voor militairen natuurlijk ook. We zijn eigenlijk, dat geldt eigenlijk voor het hele conflict, al redelijk verstoken van goede informatievoorziening. Dat is geen kritiek naar wat daar gebeurt natuurlijk. Maar voor ons, maar ook voor de politici, is het moeilijk om een betrouwbaar beeld te vormen. Je moet het hebben van ofwel Russische berichtgeving, die heel sumier is, of natuurlijk van Zelensky zelf, van zijn regering, waar natuurlijk altijd een zekere propagandawaarde in zit. Als het gaat over 15.000 soldaten die omgekomen zijn, de Russen zeggen 500. Nou, nu blijkt het ongeveer 10.000 zijn. Dus dat is voor... Voor ons als analisten natuurlijk vervelend, maar het is voor de hele omgeving, ook voor de NAVO, voor de wereldleiders, is dat een probleem van wat gebeurt er nu precies?